had ik dit voor ogen? Absoluut niet. Sterker nog, toen ik bij de Libraïe wegging en de keuze had gemaakt om naar Zwitserland te gaan, wat best wel een moeilijke keuze is geweest. Want ik heb de eerste keer Zwitserland ook 3 keer afgezegd. Omdat ik gewoon, ik zat zo op mijn plek bij de Libraïe. Ik had zo'n mooie baan, deed nog training op cruiseschepen, op de Holland America Line geven. En ik had zoiets van, ja, dat ben ik straks allemaal kwijt. Ik had een mooi leventje opgebouwd in Zwolle. Koophuis, bootje, we woonden al samen. Toch de keuze gemaakt om dat wel te gaan doen. Maar in eerste instantie ook echt met de bedoeling van, we gaan geen sterrenzaak meer doen. Ik word executive chef van een hotel met heel veel bruiloften, een groot restaurant, een klein fine dining restaurant, maar fine dining op een 14, 15 punten gomeo. Dus wel gewoon lekker koken, mooie producten. Maar sterren, dat heb ik nu wel een tijd gedaan en dat geloof ik wel even. Maar goed, totdat je begint en dat je eigenlijk denkt van maar ik kan beter dan wat ik nu doe. En dat zou ik eigenlijk leuker vinden. En zo is het eigenlijk van het een het ander gekomen. En binnen no time iets gebeurd. En nu zitten we in één keer hier. En dat was allemaal niet gepland, maar dat kwam gewoon allemaal op ons pad. Flip de Jager, ook wel bekend als in de gastronomie als Flip World Foodie van Instagram. Dat is een foodblogger die reist de hele wereld over, kent extreem veel sterrenchefs en zit heel diep in het wereldje. En hij kwam bij ons eten, eigenlijk minimaal 1 keer per jaar. En de laatste keer dat hij bij ons was, zat hij lekker te eten in zijn eentje. Hij komt vaak alleen, ook omdat hij echt volledig gefocust wil zijn in het eten en hetgeen wat er om zich heen gebeurt. Dus dat is heel tof. Hij doet het echt daarvoor. En hij komt bij mij de keuken in en hij zegt, Jeroen, ik heb echt supergoed gegeten. En ik zeg, fijn, dankjewel. Tof, fijn om te horen. Hij zegt, maar het was weer beter dan vorige keren. En hij zegt, echt heel goed. Ik zeg, dankjewel. En toen zei hij het nog een keer, ik zeg, dankjewel. En ik werd gewoon ongemakkelijk, maar ik wist niet meer wat ik moest zeggen, behalve, dankjewel. En vervolgens zegt hij van, ik heb het idee dat er nog net iets meer in zit. En ik zeg, oké, vertel. En hij zegt, ik heb het gevoel dat niet alles er hier uitkomt wat in jou zit. En gewoon qua organisatie, qua routing, passend wat je als eten serveert, wat om je heen gebeurt. En ik zeg, goed, ik vind het wel mooi dat je het zegt, want dat voel ik zelf ook wel een beetje. Toen zegt hij van, sta je open voor iets anders? En ik zeg, weet ik niet, ik ben er niet echt mee bezig. Geen idee, hangt er vanaf wat. Ja, maar sta je ervoor open? Ik zeg, zeg nou maar wat je wil zeggen. En toen kwam hij met het verhaaltje van, Jannes en Claudia hebben mij gevraagd om eens om me heen te kijken of ik het juiste stel kan vinden of toevallig tegenkom. Hij zegt, in mijn ogen zijn jullie het perfecte stel daarvoor. Jij en Sanne samen, dat is volgens mij de match. Dat deed natuurlijk wel wat met me, als je gevraagd wordt om zo'n instituut over te nemen. Maar goed, ik ben best wel nuchter. Ik ben Fries van origine. En in sommige dingen is dat wel weer te herleiden. Dus ik kom terug en ik hoor Sanne haar hele dag eerst even rustig aan. En vervolgens zeg ik, mijn dag was ook interessant. Ik vertel van, Flip heeft gevraagd of wij niet geïnteresseerd zijn om in de Scaldes over te nemen. En Sanne zegt, dat gaan we doen. ik zeg, zullen we eerst even gewoon gaan kijken misschien? zij is daar wat impulsiever in. Althans, in de eerste reactie. Tuurlijk is zij ook wel volwassen genoeg om te relativeren, maar... ik denk dat het gewoon een geweldige reactie ook van haar was. En het was al heel lang haar droom, echt al heel lang haar droom, om een luxe restaurant te beginnen met kamers. Want zo zien wij dit ook. Voor mij was die droom wat minder lang zo. Maar toen op dat moment, toen we gevraagd werden, had ik wel zoiets van, tof. Laten we gaan kijken en dan kijken of het goed voelt. Want dat is uiteindelijk voor ons altijd het belangrijkste. En dat was zo. Het was voor ons wel echt wel heel belangrijk dat het toch wel veranderd werd.
Dat we iets anders gingen doen in de zaak. En dat heeft eigenlijk ook mee te maken dat we gewoon een beetje ons eigen ding willen doen. Kijk, zowel de tuin die we nu hebben gerealiseerd, als het restaurant, als het ontvangst, de lounge. Dat is wat wij heel gaaf vinden, wat wij mooi vinden. Voorheen was het ook een heel mooi restaurant. Alleen dat was Jannes en Claudia. En dat was niet Sanne en Jeroen. En en wij hebben het geluk gehad dat we dit in samenwerking met Pillows hebben kunnen realiseren. En dat is echt iets heel bijzonders. En dat is echt iets unieks. Maar dat was voor ons ook heel belangrijk. En we hebben ook gezegd van, daar moet wel iets, we moeten daar iets kunnen doen op een of andere manier. Want het zo voortzetten zoals zij het doen, dat zien we niet zitten. En dat heeft ook te maken met de bepaalde kookstijl die Jannes had. Ik vond het geweldig. Echt eerlijk, heel eerlijk. Het was een van onze beste eetervaringen ooit in mijn leven. Die zit zeker in de... ik heb best wel veel restaurants gehad inmiddels. Maar die zit zeker in de top 5. Dat is, en van timing en perfectie zit die zeker in de top 2. Dat vind ik wel echt iets heel moois. Maar we willen ook heel graag dat de mensen wel zien van oké, wij gaan wel naar Interscaldes, maar we gaan naar Sanne en Jeroen. En we zijn echt ergens anders. We zijn niet meer bij Jannes en Claudia. En dan hopen we ook dat de mensen gewoon iets minder gaan vergelijken. Vergelijking zou er altijd zijn en dat is ook prima. Dat is ook echt prima. Maar als ik nou ook de wat traditionelere keuken zou doorvoeren, al mijn technieken, dat is traditie, hè? Dat is traditioneel, dat is vanuit de klassieke basis. We hebben het alleen een beetje extreem doorontwikkeld. Maar dat is gewoon, dat is gewoon wie ik ben, wat ik leuk vind om te doen. En ook om mezelf constant gedreven te houden in de keuken. Gewoon leuke dingen blijven ontwikkelen, nieuwe dingen ontdekken. En wij denken doordat we dat doen, dat er gewoon wat minder vergelijking zal zijn.